Beweging is buitenom, maar dit gaat naar De Graaf. Omdat De Dijk staat te kijken, kan Jeremy De Graaf hier de 2-0 maken. Het is de 65ste minuut van de wedstrijd. En het is Jeremy De Graaf. Eindelijk hij met zijn doelpunt. Daar het balbezit voor Ajax, die het hoofd van De Graaf vindt. En dit is een prachtig doelpunt. Jeremy De Graaf, naar een geweldige voorzet,